we staan hier in de gemeente Heemskerk in Noord-Holland en we zijn bezig met een houtrookmeetcampagne. Het doel van die campagne is om samen met het burgermeetnetwerk Hollandse Luchten sensoren uit te zetten in de wijk om houtrook te kunnen meten. We staan hier naast de meetwagen van het centrale meetpunt. We zijn met een experiment bezig met een vuurkorf. De rook van de vuurkorf wordt aangezogen. Die lucht gaat naar de instrumenten en dan weten we precies hoe houtrook eruit ziet. We proberen dus houtstook te onderscheiden van andere pieken die uitgestoten worden door andere processen, zoals bijvoorbeeld verkeer, door veel verschillende stoffen tegelijkertijd te meten. En dus ook te kijken naar die verhoudingen tussen die stoffen, want bij andere verbrandingsprocessen komen ook dezelfde stoffen deels vrij. De door TNO ontwikkelde roetsensor, die we eerst altijd in de meetwagen hebben gebruikt, daar hebben we nu een vrij losstaande versie van gemaakt, die bij de burgers opgehangen kan worden. Daar komt allerlei data uit, die gaan we allemaal analyseren en dat gaan we dan vergelijken met de waarde die hier op het centrale meetpunt met veel duurdere apparaten wordt gemeten. En op die manier kunnen we goed inzicht krijgen, in ieder geval in de gemeente Heemskerk, hoe de houtrook zich verspreidt. En kunnen we ook kijken of dit een goede aanpak is voor de toekomst. Op deze manier, door gewoon data te hebben door de hele gemeente, krijgt een gemeente goede handvatten voor handhaving, voor een gezonde luchtkwaliteit in hun gemeente. En kun je gemeenten met elkaar vergelijken en kun je zien waar de belangrijkste maatregelen nodig zijn. Ik doe hier nou mee, omdat ik in eerste instantie was geïnteresseerd in de techniek die werd gebruikt. Maar naderhand ging het over in het kijken naar hoe de fijnstof zich in deze buurt verhoudt tot andere buurten. En of we daar iets aan dat fijnstofklimaat kunnen doen. Mijn hoop voor de toekomst is dat er veel meer bewustwording komt bij de mensen door gebruik te maken van deze meetapparatuur. Maar dat ze vervolgens ook een luisterend oor krijgen van de ambtenaren die hiermee te maken hebben. Als deze aanpak werkt, dan kunnen we het in meerdere gemeenten uitrollen. En dan kun je dus voor heel Nederland een kaart maken waarop je kunt zien wat de bijdrage van houtstook aan fijnstof is.